Wel, oh, dat kijk, werkt. Daar gingen we. Maar van wat voor soort van klanten maken jullie content eigenlijk? Hoe doen jullie dat? Nou, meestal wij maken niet de content, maar we zorgen wij omsluiten dat. Hè? De dingen nou, die wij jij maken, maakt websites. Wel content, de films die je ja, maakt. Ja, inderdaad. We maken ook content. Maar voor grote banken en grote vliegtuigmaatschappijen uit Nederland. Ja. Okay. Bijvoorbeeld. Dat lijkt me best moeilijk. Zo'n vliegtuigmaatschappij dat heeft nog wel iets glamorous, maar een bank, de producten daarvan, die spreken doorgaans niet enorm aan. Zo glamorous is vliegen toch niet meer? Nee. Nou ja, weet je, god, een beeld van een mooi vliegtuig wat omhoog gaat, dan hebben mensen iets van, oh, vakantie en wegdromen en zo. Dat ja. zie ik bij de gemiddelde polis nog niet gebeuren. Nee. Nee, banken hebben ook heel slecht imago. Ja. Ja, dat schijnt ook dat ze de laatste tijd niet... Nee. Zet jij hem nog even neer? Dat punten gescoord hebben. Nee. Die hebben zich meer met de aandeelhouder dan met de service bezig gehouden. En, ja, mooi teruggepakt op het subtiel geïntroduceerde thema aandeelhouders. Ja, precies, ja. Ja. Die aandeelhouder is de Nederlandse staat, hè, vaak. Ja. Ja. Dat is ook wel interessant. Ja. Maakt het nog iets uit dan? Nee, tuurlijk niet. Nou ja, ik weet niet. Ik weet niet of de Nederlandse staat heel veel druk op winst zet. Dat gebeurt natuurlijk vaak bij bedrijven wel. Ik heb wel eens een bankier horen vertellen dat hij, nou het was van zijn stellige mening, dat die banken die van de staat waren, heel hard hun best deden om zo weinig mogelijk winst te maken in deze fase en zoveel mogelijk nieuwe klanten aan zich te binden. Maakt niet uit wat dat kost, onder het motto, we zijn op dit moment toch state-owned en tegen de tijd dat ze dan zat zijn in Den Haag om te betalen voor die klanten, ja, dan wordt het alweer een keer geprivatiseerd en dan heb je mooi concurrentievoordeel gehad ten opzichte van de andere banken die het wel gewoon zelf moesten betalen. Oké, ja. Dat is ook een theorie. Dus in feite zijn wij nu met z'n allen volgens die theorie aan het betalen voor het succes van die banken voor later. Ja. Klinkt... Maar dat zijn geen verhalen die je doorgaans echt makkelijk verwerkt in websites en interactieve omgevingen, denk ik. Nee, ja, zeg maar... Het zijn niet de verhalen waar onze klanten om vragen. Nee, inderdaad, ja. Goh, ja, we willen ons businessmodel wat meer naar buiten trekken. Realistisch. Ja, realistisch. Inderdaad, ja. Wij vragen klanten wel oprechte, om oprechte marketing. Wat is de meest gehoorde vraag van zo'n soort instelling? Kunnen jullie ons helpen met? Of wij willen X bereiken? Ja, ze willen gewoon dat hun klanten goed bediend worden. Hè? Dus wij zitten heel vaak precies in het dienstverlenende online stuk van onze klanten. Dus als je kijkt naar de vliegtuigmaatschappijen, ja, die willen dus zo snel mogelijk dat mensen zo gemakkelijk mogelijk een vlucht kunnen boeken. Nou, maar dat is en geïnspireerd van, raken. Van usability en design, maar niet zozeer van content. Nee. Nou ja, ook wel hoor, want content kan prima zijn dat allerlei verhalen, filmpjes of weet ik veel wat, die helpen jou om een goed besluit te maken. Bijvoorbeeld inspirerende films over bestemming of wat ook, kunnen jou prima inspireren van, oh, weet je, Canarische eilanden, daar waren ze pas geleden nog geweest, dat is inderdaad hartstikke leuk. Weet je, wat mij nou ontzettende kans lijkt voor dat soort websites, en dan denk vooral weer aan die financiële instellingen. Mm-hmm. Ik heb een Rabobank hypotheek. Coming out hier, uit de kast. Ja. Uit de kast. En die, als ik naar de site van de Rabobank ga, dan krijg ik regelmatig informatie in hoekjes van die site over hoe leuk het zou zijn om een hypotheek van de Rabobank te nemen. Dan denk ik, ik ben hier bij mijn eigen bank en ik heb dat al. Waarom doen jullie niet fatsoenlijk aan CRM en bied je me niet iets aan? Je kan ook zien wat voor hypotheek ik heb. Je weet ook ongeveer hoeveel euro mijn huis waard is. Dus bied mij dan iets aan voor mensen die in mijn doelgroep zitten met mogelijke oplossingen die jullie kunnen bieden. Ik denk wat een heleboel van onze klanten ook zeggen is, van, ja, wij zijn eigenlijk een beetje bang om mensen te confronteren met hun eigen gegevens. Ja, maar ik log in bij een bank. Nee, maar dan vind ik het daarna niet gek meer dat ze me kennen. Ja, nee, maar blijkbaar is dat is de consensus in elk geval bij dat soort bedrijven is anders. Ja? Is juist heel erg zo van, oh, jullie kijken naar me of jullie weten alles wat ik wil. Zeg maar, hoe veilig is dat bijvoorbeeld? Hè? Ja, dat is dezelfde website die mij mijn saldo laat zien. Ja. Ja. Maar security is wel natuurlijk voor banken is dat echt nummer één. Dat is design issue nummer één. Ja, dat snap ik. Dat en dat is natuurlijk bannering of je dan inderdaad inloggegevens zomaar aan alle marketeers daaraan wil koppelen. Ik kan me voorstellen dat een hoop mensen daar
In plaats van dat ze zich geholpen voelen, dat ze zich... bekeken voelen. Ja. Dat dat als een bedreiging gezien wordt. Maar ja. ik heb die behoefte ook, Jeroen. Ik wil het liefst dat, als je dan specifiek hebt over bannering... Ja. Ik wil niet gekoppeld aan de website waar ik naartoe ga banners ontvangen. Ik wil het hebben op wat ik zelf interessant vind. Ja. En als ik dus naar een website ga, is dat een momentopname van... Oh, ik wil blijkbaar iets... Ik ga naar een kluswebsite... Dus ik krijg allemaal hamers naar me toe geworpen. Misschien is dat helemaal niet relevant. Misschien wil ik een zwembad in elkaar zetten. En wil ik eigenlijk meer weten over over... Epoxyhars. Ja, precies. Ja. Welke planten je daarin kan laten groeien. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Is het echt een project of zo? Of misschien, ja. Dat maar het punt is natuurlijk dat we dan jou zouden moeten gaan volgen over verschillende websites. Ja, absoluut. Of vragen. En, dat vindt de Nederlandse politiek heel eng. Ja, nee, maar Vasilis heeft daar een goed punt. Het is mijn keuze als consument om aan te geven van... Ik wil graag dat dit gedrag getrackt wordt op een of andere manier. Of ik wil mijn persoonlijke voorkeuren wil ik exposen aan bijvoorbeeld een dubbelklik of aan een... Een merk dat je vertrouwt of ja, precies, zoals de Rabobank, dat je daar toch al bankiert. Exact. Ja, dus dat soort dingen. Dus je zou het aan moeten kunnen zetten en je zou het mensen kunnen aanbieden. En niet zozeer om de ergernis bijvoorbeeld bannering, om dat te voorkomen. Want laten we eerlijk zijn, dat is misschien, ten eerste, het is makkelijk tegen te gaan. Je kan gewoon een bannerblokker installeren als je slim bent. Altijd, ja. Voor de meeste mensen is dat best niet. De meeste zullen dat niet doen, maar dan nog. Maar het is gewoon veel fijner, ook waarschijnlijk voor adverteerders, om relevant te zijn. Er zit geen adverteerder te wachten op het jou bereiken met een verhaal over incontinentiestips. De kans dat tot verkoop leidt is nul. Ja, dat is eigenlijk ook de hele reden waarom ik geen televisie meer kijk. Ik krijg op televisie blokken tussen de programma's. Hè, De Wereld Draait Door. Nou, De Wereld Draait Door heeft een hele brede doelgroep. En misschien past dat helemaal niet op mij, of misschien een klein beetje op mij. Mm-hmm. Maar al die reclames die eromheen zitten, die interesseren me over het algemeen helemaal niet. Nee. Waarom is dat? En waarom heeft... Nou, omdat je zo ver van het gemiddelde af zit dat ze voor jou niet relevant zijn. Denk ik. Ze zijn gericht op gemiddelde Nederlander, want veel fijnmazige kwesties maken. Maar is dat eigenlijk wel te meten, tv-reclame? Is dat succesvol? Ja, dus er zijn attributiemodellen voor, zoals dat zo mooi heet. Ja. Waarbij ze gaan proberen te volgen wat er gebeurt op televisie en wat er dan uiteindelijk in je warehouse gebeurt. Ja. Of je dan ook daadwerkelijk meer blikjes KitKat ziet verdwijnen naar de retail 2 weken later, omdat ze sneller door hun voorraad heen zijn. Yeah. Dat is de allerbeste manier om het te meten. Maar punt is, dat lukt alleen als je echt een grote fast mover bent, zoals P&G of Nestlé of Unilever. Precies. Want dan heb je de volumes en de impact om dat ook snel te zien. Yeah. Daarnaast doen ze natuurlijk allerlei onderzoek. En wat dan vaak gedaan wordt door marketeers, voordat een campagne live gaat, doen ze een bepaalde test en kijken ze wat is de geholpen en ongeholpen bekendheid van dit product en van het merk. Ja. En wat zijn de imago's en associaties, en na de campagne doen ze dat nog een keer en kijken ze of het veranderd is. Nou, als je dan pech hebt, dan is in de tussentijd net je autofabriek in het nieuws geweest en dan zegt dat niet zoveel meer. Maar in de meeste gevallen geeft het wel een beeld, en vooral als je het consistent hebt. Of wordt er een campagne gedaan in de supermarkt die je niet op je radar hebt staan? Ja, dat is het moeilijke met retail. Weet je, het weer heeft impact, het Nederlands elftal de volgende ronde haalt van het EK heeft impact en zo nog een miljoen andere factoren. Dus het is geen absolute wetenschap, maar het brengt je wel een stapje dichter bij de waarheid. Ja.